Alex Pastoor, hoe hard komt deze nederlaag aan bij jouw ploeg? Hard. Ja, die komt hard aan. En dat heb je tijdens de wedstrijd volgens mij al kunnen zien. Want met name na een goal vlak voor rust en een goal tegen vlak na rust. Ja, dat knakt de moraal en dat was in het spel goed terug te zien. Na een volgens mij prima start van jullie kant. Ja. Ja, het is, soms is het heel ondoorgrondelijk, want we begonnen met het heft in handen nemen. Dat ging heel goed. We speelden op de helft van de tegenstander. We scoorden een goal. En ik had eerder verwacht dat dat als een extra bevrijding zou werken. Maar dat was niet het geval. Ik denk dat, dat de krachtsverhoudingen daarna egaliseerden. En, zonder dat het goed werd of gevaarlijk aan beide kanten. Maar we gingen wel met een 2-1 achterstand rusten. Ja, en dat ging op een manier die vond ik weinig goeds voorspelde. Vandaar dat we ook direct na de 3-1 kort naar rust meteen gingen wisselen. En niet zozeer om spelers te slachtofferen, maar veel meer om proberen via die wissels nieuw elan in te brengen. Het leek naarmate de wedstrijd vorderde ook dat Excelsior feller was. Die hebben natuurlijk veel vertrouwen gepeurd uit die voorsprong. En ook dat was te zien. Hè. Daar waar wij slordig bleven en met weinig overleg leken te voetballen. Daar groeide hun vertrouwen in alle acties die ze ondernamen. En dan ziet dat er ook meteen zo uit. Dan ga je ongetwijfeld in die tweede helft dus op zoek naar uiteindelijk de aansluitingstreffer na die 3-1. Maar ik had niet echt het idee dat er iets van een offensief op gang kwam, pas heel laat in de wedstrijd. Ja, ik vond ook dat heel slordig ging. Als je Pogba naast Puzic gaat zetten, dan weet je dat het recept met lange ballen dat uit de kast gehaald gaat worden. Maar dat betekent ook dat je die ballen wel zorgvuldig moet inbrengen en niet paniekerig en niet slordig. Want dan komen ze meestal niet op de plek waar je ze wil hebben. En dat was bij veel te veel ballen was dat het geval. Dan verlies je die wedstrijd dus. Kom je onder die virtuele streep, noem ik het maar even. Hè? Aan het einde van het seizoen zou dat betekenen na competitie voetbal. Het wordt allemaal wel spannend daar onderin. Ja, dat was natuurlijk voor deze wedstrijd ook al. Maar nu is het nog verder ingeschikt. Met allerlei wedstrijden nog op het programma. Zowel voor ons als voor de concurrenten tegen elkaar. Dus dat zullen bloedstollende laatste weken worden. Vergt dat een ander soort voetbal? Nou, ja en nee. Want als je uit een totaal ander vaatje gaat tappen, dan kan het natuurlijk ook zomaar zijn dat je je identiteit verliest of verloochent. Maar waar ik altijd op hamer is dat je tijdens een wedstrijd moet herkennen wat er gevraagd wordt. Je hebt wel eens wedstrijden waarin je beter gewoon de bal maar naar voren kunt schieten. En dan maar kijken wat er van komt. En je hebt ook wedstrijden waarin je alle ruimte hebt om te voetballen. Maar dan moet je het wel doen. En als je dat vergeet, als je vergeet de verkeerde keuze te maken in de wedstrijd, ja, dan wordt het lastig. En als je het goede doet, waar de wedstrijd om vraagt, ja, dan maak je een goede kans. Want ook dat hebben we regelmatig laten zien. En wordt het dan ook zaak om een extra soort druk die je dan misschien wel bij komt kijken bij de ploeg proberen weg te houden? Ja, kijk, die druk is er. Daar kun je moeilijk over doen, maar die druk is er. En ook dat is iets wat je, vond ik, tijdens de wedstrijd, met name in een groot deel van de tweede helft, na de 1-3, heel goed kon merken en voelen ook. En dat is iets waarvan jij volgens mij met name altijd zegt, dat moet je jezelf niet laten gebeuren. Je moet blijven uitgaan van je eigen kracht. Nou, het is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Dus je kunt beter je concentratie en je handelen kun je verleggen naar de taak die je moet uitvoeren. Nou, je ziet wat het met een ploeg kan doen. Hè. Wat dat betreft moeten we deze wonden likken. Want je verliest de derby. Dat is niet leuk. De ranglijst schikt in elkaar. Hè. De voorsprong die we hadden, in ieder geval op Excelsior, die is weg. En we speelden matig in een groot deel van de wedstrijd. Dus dat zijn allemaal wonden die een pleister nodig hebben. Het voordeel wat je in elk geval hebt de komende weken is dat je allerlei concurrenten treft en het in die zin dus volledig in eigen hand hebt. Ja, nou, dat is de theorie. De praktijk vraagt om wat anders en dat is wat ik net probeerde te verwoorden. Wij moeten de dingen doen waar de wedstrijd om vraagt. Dan moet je soms ruiken, dan moet je soms voelen, maar dan moet je vooral doen.